Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Irino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Begin februari krijgt men met de post een brief thuisgestuurd met de betaling voor de motorrijtuigenbelasting van 2020. Motorrijtuigenbelasting, de aanslagen van 2020 zijn nu uit de deur. En de overheid heeft een nieuwe regeling geïntroduceerd en dat is dat je voor 1 april tenminste de eerste helft betaald moet worden. Dat betekent dat iedereen nu de kans heeft om gedurende de eerste 3 maanden hun motorrijtuigenbelasting te kunnen betalen. Maar je kunt het of geheel betalen voor 1 april of je kunt het in 2 gedeeltes betalen. En de tweede gedeelte die moet in juli betaald zijn. Er zijn toch een paar veranderingen gekomen in die descriptie wanneer je gaat betalen? Ja, voor wat betreft betaling heb je 3 belangrijke punten. Dat zijn 1. Ten eerste je cribnummer. Ten tweede de betalingskenmerk. En de derde, dat is logisch, het bedrag. De cribnummer is ook persoonlijk, maar bij de betalingskenmerk is een verandering gekomen vergeleken met vorig jaar. Het is een constructie van je cribnummer / het middel, dat is 01. En afhankelijk van wat voor voertuig het is, komt een letter. En daarna komt die 20 van het jaar 20 en helemaal achteraan de kentekenplaatnummer. Bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld neem, de cribnummer bestaat uit 9 cijfers. Laten we zeggen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ik heb een auto B1234, ik zeg maar iets. En het is een benzineauto. Dan moet ik bij de betalingskenmerk het volgende invullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dat is mijn cribnummer, / 01, omdat het een benzinewagen is, dan zet ik een B, en dan 20, en dan komt B1234, dat is de nummer van mijn nummerplaat. En dat is de betalingskenmerk. Verder, die betalingskenmerk die varieert wel, zoals ik al heb gezegd, afhankelijk van wat voor voertuig je hebt. Als je een benzinewagen hebt, normale benzinewagen, moet je een B zetten. Als het een diesel is, wordt de letter D. Voor taxis en autobussen, benzine is het een C. En voor taxi, autobussen, diesel is het een E. Voor motorfietsen is het de letter A. En voor zware voertuigen is het letter G. Dat zijn die letters die gebruikt moeten worden, want de betalingskenmerk is zeer van belang, want dan weet je precies dat je betaling op de correcte adres komt. De datum is eigenlijk veranderd, want zoals je weet, vorig jaar hadden we een actie van die kentekenplaten om te wisselen en om een goede administratie te kunnen te hebben, had het een beetje lang geduurd, zodat iedereen de kans had gekregen om hun platen te kunnen omwisselen. Pas 10 januari waren we eigenlijk klaar, of is het einddatum. En hierdoor heeft de overheid een kans gegeven dat de mensen, dat de bevolking meer ruimte krijgt om tenminste het eerste gedeelte te betalen. Hierdoor hebben ze die datum verschoven naar 1 april. Michael, die bedrag, als je de helft betaalt, moet je dit gewoon in 2 splitsen? Ja, dat is een belangrijke vraag. We praten nu over belasting. En de belasting, dat is of van 90 of 838 voor diesel, et cetera, et cetera. Als je het geheel betaalt, moet je die bedrag betalen. Maar als je het in 2 gedeeltes wil betalen, moet je gewoon door 2 indelen. En je hoeft niet voor de platen te betalen zoals het geval was tijdens omwisseling. We hebben onze website bonairegov.com.
Daarnaast dan kunnen ze ook telefonisch op 715-5330 ons bereiken. En via mail belasting-olb@benaregov.com. Fundación Maria Daal en Mental Health Caribbean ondertekenden op 17 januari 2020 een samenwerkingsovereenkomst om de reeds bestaande collaboratie te intensiveren. We zijn hier vandaag bij elkaar omdat wij een samenwerkingsovereenkomst tekenen tussen Fundación Maria Daal en Mental Health Caribbean om nog intensiever met elkaar te gaan samenwerken. En dat doen we ook omdat we zelfs delen van het ziekenhuis gaan gebruiken voor de behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis of met een psychiatrisch ziektebeeld. En dat is vrij uniek. Daar ligt denk ik een hele geschiedenis aan ten grondslag. Toen in 2000, na 1010, was het de bedoeling dat er in het ziekenhuis van Fundación Maria Daal dat er een zogenaamde PAAS zou komen, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Voor 1010 was het dus zo dat heel veel cliënten, als er sprake was van een psychiatrisch ziektebeeld, dan altijd uitgevlogen moesten worden naar Curaçao, naar Clinica Capriles. Of naar het ziekenhuis in Aruba. En dat betekent dat wij eigenlijk een traject zijn gestart samen met Fundación Maria Daal om dat verder vorm en inhoud te geven. En wat er dan gebeurt is dat het personeel van MAC mee inschuift in het ziekenhuis en het personeel hierbij Fundación Maria Daal ondersteunt. En op het moment dat zo'n cliënt gestabiliseerd is, dat dan ons personeel weer ambulant verder gaat. Zodat je in ieder geval een warme en een goede overdracht houdt. En dat je probeert die periode dat de cliënt op een bed moet liggen in een ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Of een psychische stoornis of een psychiatrische stoornis wordt toch altijd nog. Mensen vinden angstig, vinden dat soms raar. Terwijl een psychiatrisch ziektebeeld of een psychiatrische stoornis is ook gewoon een ziekte. Alleen het is geen gebroken been of een gebroken arm. En het vraagt om een andere behandeling. Voor 2012 liep een crisis bij een psychiatrische patiënt altijd uit op een overnachting in de politiecel. Nu kan er gebruik gemaakt worden van de ruimte in de special care afdeling van het ziekenhuis. Er is een vleugel, jij kan dat straks beter uitleggen. Er is een vleugel van het ziekenhuis waar wij straks gaan inhuizen. Zodat onze mensen, en dan met name als het gaat om de volwassenenpsychiatrie, gewoon in het ziekenhuis zijn. En vanuit het ziekenhuis is ook een dienst zowel naar buiten uit aan gaan bieden, maar ook als er bijvoorbeeld bij een van de andere medisch specialisten, als die vragen heeft rondom psychiatrie, dat wij dan daar direct op in kunnen springen. Nou, voor cliënten en voor patiënten betekent dat er straks dat het niet meer uitmaakt of ze nou voor een psychiatrisch ziektebeeld hier komen of voor een somatisch, of voor een lichamelijke ziekte iets, maar dat ze hier gewoon terecht kunnen. En dat het dus dan ook veel minder stigmatiserend is, dat het veel minder belastend is en dat het wellicht voor mensen ook veel makkelijker is om bij ons te komen. Wat wij doen is denk ik redelijk uniek, ook voor Nederland. Er is ook heel veel interesse vanuit Nederland over deze samenwerking. Omdat dit echt wel een nieuwe vorm is van hoe je met elkaar omgaat. In Nederland zie je dat psychiatrie en ziekenhuizen toch vooral twee aparte organisaties blijven. Terwijl we er hiervoor kiezen om dat toch zoveel mogelijk te integreren. En heel concreet betekent dat wij in de samenwerkingsovereenkomst nu afspreken dat wij het realiseren van de huisvesting voor onze mensen, dus met name voor het volwassenen-team van MAC, dat die vanuit hier hun werkzaamheden kunnen gaan doen. En we hebben ook afspraken gemaakt inderdaad om zoveel mogelijk onder één regie dus cliënten te gaan behandelen. Dus daarbij houden we vooral, waarbij we ook afspraken maken om te kijken van hoe kun je nou, dat we geen dingen dubbel doen in ieder geval. Dat we met elkaar afspreken dat de medisch specialisten, dus de psychiaters en de artsen en de medisch specialisten, dat die toegang hebben tot hetzelfde patiëntendossier. Dat niet allemaal nog eens een keer opnieuw verteld moet worden als je bij de een of bij de ander komt. Dus daar hebben we afspraken over gemaakt. Natuurlijk hanteren we daarbij de privacyregels zoals die er zijn. En dat betekent ook inderdaad dat wij op het moment dat er consultatie nodig is vanuit een van de medisch specialisten of bij een van de verpleegafdelingen. Je ziet soms dat mensen
juist als ze voor een somatisch, dus met een somatisch ziektebeeld in het ziekenhuis opgenomen worden, dat je nog wel eens ziet dat mensen daar dan ook decompenseren en daardoor dus psychiatrische problemen krijgen. Nou, dan kunnen we dus heel snel schakelen met elkaar. Dus dat zijn denk ik de grote voordelen daarvan. Volgens het verkeersreglement artikel 77 lid 2 moeten kinderen die jonger zijn dan 4 jaar mogen alleen meerijden in een auto als ze in een kinderzitje of stoelverhoging zitten. Centrum Jeugd en Gezin vertelt meer. Zoals de meeste mensen weten, komt binnenkort de wegverkeersverordening in werking. En een van de regels is dat kinderen verplicht zijn om in een kinderstoel te zitten in de auto. En om dat proces te faciliteren voor iedereen, is onze directie Samenleving en Zorg een campagne gestart om ook voor mensen met een minimuminkomen het beschikbaar te stellen van een kinderstoel. Wie komen in aanmerking voor deze stoelen? Met name ouders met een minimuminkomen. Het is een beetje afhankelijk van de gezinssituatie van iedereen, welk inkomen we hanteren. Maar het is belangrijk dat u daarvoor contact opneemt met de directie Samenleving en Zorg op telefoon 717-2211. En daar ontvangt u alle informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen. We zijn hier bij het Centrum Jeugd en Gezin. Wat is de rol van jullie hierin? Bij het Centrum Jeugd en Gezin is de bedoeling dat op het moment dat je in aanmerking bent gekomen voor zo'n autostoeltje via Dienst Samenleving en Zorg, dat je het hier komt ophalen en dat we tegelijkertijd allerlei tips kunnen geven, informatie kunnen verschaffen over hoe je een stoeltje in de auto zet, hoe je een kindje veilig klikt. En met name om het stukje tips, allerlei andere tips, wat handig is voor ouders. De stoelen voor kinderen van hoeveel tot hoeveel jaar krijgen een stoel? De leeftijdscategorie is eigenlijk vanaf baby, want baby's worden getransporteerd in de auto. En daar zijn ook allerlei tips te geven. Tot aan 4 jaar in ieder geval. En er is ook een stoeltje met een verhoging, dat is voor tot aan 7 tot 8 jaar. Daar kunnen we dus allerlei tips geven. Met name voor de kinderen die voor het eerst in een autostoeltje gaan zitten, die het niet zo leuk vinden. Waarbij het wel heel veilig is voor hun. De stoel wordt veranderd als de kind misschien groter wordt? Ja, dat kunnen we wisselen. Op het moment dat je kindje wat ouder is, dan kun je het wisselen voor een iets grotere autostoel. Kan iemand anders dat inhuren of lenen die het ook nodig heeft. Kinderen die niet gewend zijn, die gaan misschien huilen en zo. Meestal pakt die moeder die kind, hey, kom maar naar voren. Worden ze ook daarover gesproken? Ja, ze worden geïnformeerd over allerlei veiligheidsredenen en ook om overwegingen te maken wat veilig is en wat niet veilig is. Het is heel makkelijk om een kindje over te nemen vanuit zijn stoeltje omdat hij aan het huilen is, maar het is hoopje onveilig en het is... En je moet erover praten wat de consequenties kunnen zijn. Niet alleen consequenties qua veiligheid, maar ook qua boete. Want ook dat krijg je aan je slaffen. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Een fotocontest georganiseerd door de stichting Plastic Free Bonaire met als thema natuur en cultuur. We spreken met Michael LaFortune. This photo contest goes to February 8th. Only local Bonaires with a cedula can enter. Everybody gets 4 photos. And the theme this year is nature and culture. So we hope everybody that enters, anybody in the world gets a chance to vote on it, but just Bonaireans get to enter the contest. And then from the 20 most popular photos that the public votes on, we have a panel of 5 that will pick the final 8 that will represent Bonaire along the waterfront. We're installing some recycle and trash bins, and their photo will be the front of the bin. So the winner is going to have their photos on the bins in front on the waterfront of Bonaire. Correct. And there's a cash prize for the grand winner,
And also there's other prizes involved for the 8 finalists, the 8, so. Yeah. Let me go back a little bit to show the people that didn't know. Plastic Free Bonaire, what is your why are you doing this? Yeah, Plastic Free Bonaire was set up over a year ago. And basically what we're doing is trying to help people understand about single-use plastic and reduce it on the island of Bonaire. And this is one way with the population of people that use the waterfront, hundreds of people every day, that it gives them a place to throw their trash and their recyclables. Celebon has been on board since day one, since we proposed the project to them, and they're backing the project up 100%. So. I give you one more time the chance to invite the people of Bonaire to participate in the photo contest. Yes, so far we have 20 photos online, and more people, I hope, are going to feel free to join. Like I say, you have to have a Bonaire Sedgley over 13 years old, limit 4 photos in a horizontal format, and the theme this year is nature and culture, and we hope to see a lot more locals get a chance to represent Bonaire along the waterfront and make a positive change and difference for the waterfront. You told me right now you have 20 photos already? We have 20 photos already up online that people have submitted. So, the people who want to vote on those photos, where can they see them? Right now we're up on a Facebook page, on a Plastic Free on Facebook. But if somebody isn't on Facebook and wants to join in the contest, then they can email us at aplasticfreeinfo@gmail.com. Zaterdag 17 januari rond 7 uur 's avonds kreeg de politie een melding qua een ongeluk op de Calle Corona vlak bij de geschoolde gemeenschap Bonaire. Een ongeluk tussen 2 auto's van wiens 1 in de mondi is terechtgekomen. Vervolgens kreeg de politie een tweede melding op dezelfde dag na het incident bij de SGB van een auto waarvan de bestuurder de controle verliest achter het stuur bij Teamo Beach. Maandag 20 januari in de middagtijden kreeg de politie een melding over een incident in de Kaaie Eindhoven in Hato, waar het vervoeren van een boot een lantaarnpaal had omgegooid. Volgens de besturen lagen de kabels te laag waarvan de lamp van de boot de kabels trok. We'll be right back.
Vorige maand gaf het bestuur symbolisch het startsein om na 62 jaar achterstallig onderhoud de slechte wegen op Bonaire aan te pakken. Maar het is slechts het begin, want het zal nog zeker 16 jaar duren voordat alles klaar is. Caribisch Netwerk. Het is alweer 2 jaar geleden dat Henry Verhoef een statement probeerde te maken door de gaten in de weg, veroorzaakt door 62 jaar achterstallig onderhoud, op te vullen met bloemen. Veel Bonaireanen waren het met hem eens, waarna ze een petitie zijn gestart die ze aangeboden hebben aan de bestuurders van het eiland. Een jaar geleden hebben de bestuurders beloftes gemaakt om het wegennet aan te pakken. Rondom de scholen zijn de werkzaamheden in december begonnen, maar hoe het verdere plan eruit gaat zien, dat is bij de meeste bewoners niet bekend. Hij heeft in principe in overleg natuurlijk met Bonaire geld toegezegd om die wegen echt een keer goed aan te gaan pakken. En intussen is dat nog steeds niet gebeurd. De plannen zijn er wel door middel van het bestuursakkoord. Daar is het ook als prioriteit eigenlijk in opgenomen. En nu moeten die plannen gemaakt worden en uitgevoerd worden. En dat duurt eigenlijk alweer zomaar bijna een jaar waarin niks gebeurt. Volgens het bestuursorgaan zijn die plannen er wel. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Meer over wordt amper gecommuniceerd. Ook Harry van de consumentenbond Uncobon is niet op de hoogte van de voortgang. We zijn met de staatssecretaris gaan praten. We zijn met het bestuur gaan praten. En eigenlijk hebben we een deal gemaakt met de gedeputeerde hier, met James Kroon. Om samen Uncobon, Harry en het bestuur te gaan kijken of die wegen kunnen verbeteren. Nou, uiteindelijk is er veel gelukt omdat er veel geld is losgekomen. Het bestuursakkoord is toegezegd. Maar zoals Henry ook al aangeeft, het blijft nu duren. De uitvoering moet gewoon gaan komen. Er zijn plannen, alleen die hebben we nog niet in concreto gezien. En de bevolking ziet nog te weinig voortgang. En dat vinden we wel heel jammer. De Caribische eilanden zijn nog steeds populair onder toeristen. De eilanden zijn dan ook op Aruba en Sint-Eustatius nou goed vertegenwoordigd op de vakantiebeurs afgelopen week in Utrecht. Caribisch Netwerk. Met het carnaval in het vooruitzicht lijkt het toerisme op Sint Maarten in de lift. Tenminste als je afgaat op de belangstelling hier op de vakantiebeurs bij de stands van Sint Maarten. Ja, het eiland spreekt ons aan. Het weer, de gezelligheid. Ja, het lijkt me geweldig. Ja. Lekker weer en leuke mensen. Dus dat komt wel goed, denk ik. Die gaan dus naar Sint Maarten. De Franse kant en de Nederlandse kant trekken hier samen op de vakantiebeurs. Na de orkaan Irma, die 2 jaar geleden over het eiland woedde, zijn ze druk bezig met herstel van het vliegveld en de resorts. En er zijn ongeveer 2-3 properties, dus hotels, die nog dicht zijn. Dus we gaan nu herbouwen van het vliegveld. En het wordt nog beter. Dus het wordt weer, we denken om klaar te zijn in het tweede kwartaal van 2021. En dan wordt het gewoon ontzettend mooie state-of-the-art airport. Dus dan zijn we weer, zoals we zijn, de hub van de Caribbean. Maar met de rellen en het geweld in de straten van Saint-Martin, de Franse kant, vorige maand, is er nog wel een addertje onder het gras. Ze boezemen angst in bij de toeristen hier op de beurs. Nou, ik heb net gehoord dat ik zeg van, joh, ik hoef er niet heen, maar alles is plat. Ja. Dus daar ben ik niet van op de hoogte. Nee. Niet van gehoord? Nee. Jij? Nee. Dat heb ik niet eens meegekregen, dus moet je nagaan, nee. Alles is weer rustig, alle borden zijn open, blokkage is weg. En toen zeiden ze, nee, het meeste is weer opgebouwd, vliegtuigveld is open, dus we kunnen er rustig naartoe. We zouden sowieso naar de Nederlandse kant gaan, denk ik, ja. Wij zijn één eiland en het was een protest dat lokaal was. Het is gehandeld. Maar het waait ook een beetje over naar Sint Maarten, naar de Nederlandse kant. Nee, nou absoluut. Totaal niet? Nee, helemaal niet. Sint Maarten blijft populair bij de Nederlandse vakantieganger. Sommigen vinden dat je er juist nu naartoe moet. Ik denk ook wel dat er heel veel toeristen naartoe moeten gaan, ja. Mede ook om het eiland weer wat bekender te maken. Zon, zee, mooi. Ja hoor. Ja, nou, ik hou meer van een doenvakantie, dus. En waar denk je dan aan? Ja, gewoon wandelen en mooie natuurgebieden bezoeken. Ja, met fietsen en zo, ja. Hè? Wij houden wel van local, om de mensen te bezoeken. Dus je komt dan op plekken waar de normale toerist niet komt. Kijk, daar houden we van. Dus niet in een karretje gezet worden en dan gaan met die banaan. Nee, gewoon echt waar de locals wonen, werken, daar doen gaan. Sint Maarten speelt erop in met meer aandacht voor cultuur, cultureel erfgoed en ecotourisme. Ecotourisme, definitely. We hebben dus bijvoorbeeld de hiken, rainforest adventures, weet je wel. Dus dat gaan wij ook meer tijd aan besteden en ook meer promoten. Want wij weten, we hebben de environmental en eco-lovers. En we gaan ook meer in cultuur en heritage doen. Ja, ik denk dat dat wel een goed idee is. Ik denk dat het daar wel mooi is om
dan alleen maar wat strand, ook wat anders te doen. Ja, qua cultuur en natuur. Ja, dan is het wel wat interessanter. Zien ze dat ook doen? Nee, want je denkt gelijk bij Sint Maarten, denk je gelijk aan, oh, er is alleen maar strand eigenlijk. Dus. Sint Maarten zelf ziet ook wel de voordelen van massatoerisme met veel cruiseschepen, volle vliegtuigen. Maar het land is daarmee voor meer dan 85% afhankelijk van zon, zee en strand. We zijn niet alleen maar over zon, zee en strand. Dus wat wij proberen te doen nu ook met de herbouw is niet alleen toerisme, maar dat we ook, hoe zeg je dat, in Engels zeggen we diversification. Diversiteit. Ja, diversiteit van toerisme, maar ook van andere sectoren. Zodanig dat je niet alleen afhankelijk bent van toerisme. Maar toerisme blijft belangrijk en daarom gaan wij dus ook op heel verschillende manieren gaan we daarin investeren. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Irino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende keer.